Let it snow. Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Goeie nieuws. Wauw, kijk dan, hoe mooi. Het is gewoon niet de bedoeling hiervoor. Ik heb vandaag een rijles. Daarvoor ben ik ook wakker. Mijn haar moet ik eigenlijk wassen. Ik had het gisteren gekruld en het is vettig. Dus ik heb even het naar achter gedaan. Gewoon lekker makkelijk. Ik heb me een klein beetje opgemaakt. Daarna ga ik nog bezig voor school en theorie. Autotheorie. En vanavond moet ik werken. Dus een productief dagje. En ik wil er echt wat van maken. Want ik ben dus vrij van school. En de meest gestelde vraag ever is welke studie ik doe. En ik heb dat best wel vaak beantwoord. Dus bij deze de laatste keer creative business. HBO, leerjaar 1. En dat was media, informatie, communicatie. Maar de naam is veranderd naar creative business. Ik ga even lekker eten en dan ga ik zo rijden. Ik ben thuis. Ik heb net gereden en het ging echt super goed. Zelfs zo goed dat ik zei, ja Floor, als je zo doorgaat moeten we echt even gauw tussentijds toets doen. En ik heb nog maar 10 les of zo gehad. Dus ik dacht echt, oh god, want ik heb nog niet eens theorie. En daar ben ik dus wel echt heel erg mee bezig, zoals jullie weten. Maar ik wil eerst een paar keer slagen die examens voor ik theorie ga doen. En mijn zus zegt, nee, ik moet het gewoon een keer doen. Dus ja, ik zit echt even in struggle. Want ik wil ook niet achterraken met school, weet je wel. Maar ik zit dus te twijfelen, want ik ging net even kijken op CBR. En ik wil dus heel graag een turbotheorie doen. Omdat eigenlijk bijna nooit iemand gelijk... Ja, oké. Ik begin wel mijn laatste tijd. Echt om in mijn omgeving niemand slaagt. Zowat de eerste keer met theorie. En ik heb daar gewoon geen zin in. Ik wil hem gewoon in één keer halen. Maar het is wel duur, maar dan heb je het als het goed is. Dat is echt iets voor mij dat ik het dan niet haal, hè. Maar dan heb je het als het goed is wel. Dus ik ging net kijken. En toen stond er ja, 14 december is er nog een plekje. Ik dacht, oh mijn god, dat is volgende week al. Dus ik zit heel erg te twijfelen of ik het 14 december wil. Of pas 7 december. Want ik ben... Of 7 januari. Want dan ben ik zeg maar beide vrij. Ik wil niet onder schooltijd dat doen. Dus anders volgende week. En anders dus na de oud en nieuw. Dus ik weet nog niet wat ik ga doen. Want als ik denk volgende week krijg ik nu al stress. En als ik denk... 7 januari heb ik nog mooi de tijd om nog even te knallen met leren. Maar dan straks is dat alweer te laat zo. Want als ik het dan niet haal, dan moet ik wel echt aanmaken. Ik zit echt in een dikke dubio. Nu ga ik verder met school. En ja, dat eigenlijk. Oké, moment van de waarheid. Volgende week vrijdag turbotheorie. Ha, stress. Ik ga het gewoon doen. Dus ik ga nu mij aanmelden. Ik heb even melkchocola. Voor de stress. Want ik vind het best wel creepy. Want ja, dan moet je het gewoon goed doen. En ik haat dat. Want ik wil het ook goed doen, maar... Weet je, je weet het nooit met die stomme autotheorie. Laat even weten als jij hem al wel hebt. Ik ga het nu doen. Volgende week vrijdag. Strijden. Ik ga hem even dokken. Op dit. IBAN. Nee. Ja, nou weet ik toch niet. Stop op je idee of zo. Volgens mij ben ik echt dom, maar... Oké, ik ga even papa bellen. Doei. Grapje, ik heb hem al gevonden. Hier, van je idee. Ik ga mijn batterij opladen, want hij is uit, bijna. Ik ga hem lekker inschrijven en dan volgende week vrijdag turbotheorie. Stress. Zo, de turbotheorie is een feit. En kill, dat is gewoon 130 euro. Oh my god, jongens. Oké, wacht, even helder. Ik was me net aan het klaarmaken voor werk, want ik moet nu werken. Maar goed. En opeens kreeg ik dit binnen. Een enorme rode doos. Oeh. Dus ik dacht... Huh? Dus ik kijk erin. Zie ik dit? Oh my god, volgens mij heb ik dit complete kerstcollectie van de etels ontvangen. En ik ben hier zo blij mee. Dus ik ga kijken. Ik weet het echt niet. Oh, dit is leuk. Lekker grabbelen. Oh my god, dit is leuk. Alsof ik jarig ben. Wauw. Dit is gouden glitter. Oh my god. Ik ga het even snel met jullie openmaken. En dan zoek ik straks wel uit. Of ik alles heb, ik denk het wel als ik dit zo zie. Ik heb dus de limited edition ethos collectie ontvangen. En dit is echt prachtig. Je kan het nooit zo goed zien op beeld, vind ik. Dat heel erg mooi glittert allemaal. Kijk, dit heb ik. Dit is de bronzen palet. Supermooi. Een oogschaduw palet. Oh, face palet. Met blush en hier oogschaduws en hier een highlighter. Deze super toffe gouden lippenstift en ook in dit kleurtje, een beetje bruinrood. Deze glitter hair en body spray met zo'n dingetje. En deze sparkling eyeliner. Nou, dit is echt heel tof. Zo mooi voor kerst en gewoon deze collectie is echt heel mooi. Kijk dit. Wauw, kijk dan hoe mooi. Ik ben hier heel erg blij mee, dus heel erg bedankt Ethos. Ja, ik vind het helemaal mooi, boeit me echt niet. Ik moet even nog een parfummetje op doen. Ik ga deze
Estee Lauder Modern Muse op doen. Zo. Ik heb mijn pyjama en douchepullen klaar liggen voor vanavond. Want als ik thuis kom van werk, oh, hij heeft echt moeite met scherpstellen. Ga ik gelijk douchen, mijn haar wassen, want het is echt vet. En ja, morgen vroeg naar bed. Ik ga nu snel vanoor mijn camera aan de lader doen. En jullie zien me denk ik morgen weer. Want vanavond ga ik gewoon snel douchen en naar bed. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En ik moet nu zo naar school. Ik moet even een beetje opschieten. Ik moet mijn haar zo nog even stylen. Half nat, want ik heb gisteren gewassen. En ik laat jullie even mijn outfit zien. Goed, ik draag dit blouseje van Transition. Kettingen van H&M. Flarebroek van de Sting. En mijn Most Wanted schoentjes. Ik ga even snel eten en eten maken voor school. Mijn haar stylen. En dan ga ik naar school toe. Ik moet tot 1:15, dus dat is top. Zo. Ik heb net gegeten en mijn haar nog even snel gesteld. Altijd als ik met nat haar ga slapen, dat is echt drama. Ik ga nog even snel broodje mailen voor op school. En dan ga ik naar school toe. Oeh, kijk jongens. De kerstboom staat er. Nu mag ik hem gauw gaan versieren. Zo, mijn tasje is ingepakt, broodjes aangesmeerd. En ik moet ook nog even bezig voor gedicht. Want ik heb zondag loodjes met familie Klein Luchtenbelt van mijn vriend. De zin. En daar moet ik nog gedicht voor maken. Oh, ik kan jullie gewoon vertellen wie ik heb. Dan is dat al geweest. Dus dan staat deze vlog nog niet online. Ik heb Laurens. Zo, zo leuk. En toevallig. Dus ik ga even een mooi gedichtje maken. Zo, en ik ben alweer thuis. En ja, ik ben eigenlijk echt best moe. Ik eet lekker chocolaatje. Tony Chocoloni. Melk. En ik ga zo maar bezig met school en theorie. En daar heb ik echt geen zin in. Maar ja, ik ga niet te veel doen vandaag. Want ik ben nu in de mood voor. Ik wil beter een andere dag doen. Wanneer het wat beter lukt. Dus ik ga gewoon een uurtje voor school bezig en een uurtje voor theorie en dan vind ik het goed. Want dan is het ook alweer avondeten en zo. Oh my god jongens, het liefst ga ik nu gewoon naar bed. Ik zie het ook niet uit. Zo. En gewoon Monica's vlog kijken en zo. Ja, maar nee, dat gaan we vanavond allemaal doen. Nu eerst productief zijn, Floor. Heb ik er zin in? Nee. Ik lijk wel een klein kind, hè. Ik zit ook zo nog mijn hurken. Lol. Startje op mijn hoofd creëren. Om te vreten, jongen. Niet te doen, gewoon. Want eerst had ik echt even een periode met elke avond chips en gedoe. Maar net heb ik letterlijk een blokje chocola gehad. En ik heb zo lang niet meer lekker gegeten. Gewoon van die lekkernijen. Alleen zondag op de verjaardag. Maar dat is een verjaardag. Maar verder helemaal niet in de avond of zo. Dus best knap van mezelf. En dat gaan we nu ook niet doen. Dus ik ga naar boven en dan gaan we strijden. Voor je net beginnen hoor je de brievenbus. Twee pakketjes. Ik weet al wat dit is. Crunchy. Zwart. Nou heb ik lichtroze, panter en zwart. Ik vind het helemaal mooi. Top, die past overal bij. Die had ik echt hier leuk bij kunnen doen, maar goed. En als laatst het cadeautje voor Laurens. Ik heel iets over budget gaan, want we hadden 10 euro. Maar hij wou dit heel graag. Ja, dan krijg je het. Dom eigenlijk. Ik vind het echt stom. Maar goed, dit is een vuurwerk aansteker mat zwart. Zwart, zwart. Oh my god. Oké. Zo, nou, wat een kudding. En dan ga ik nog een gros pakket erbij doen, want ik weet dat hij dat heel erg leuk vindt. En ik ben lief, dus dan geef ik dat. Ik had namelijk een heel gros pakket gezien. Toen dacht ik, ja, dat doe ik gewoon bij. Dus dat is helemaal leuk. Hoe leuk is dit trouwens? Kijk, nu heb ik hier de panter, de lichtroze, de zwarte en hier die hoofdband. Zo, ik ben klaar met school en het is alweer bijna etenstijd. Dus ik ga nu even gewoon theorie nog doorlezen en dan vind ik het mooi geweest voor vandaag. Want dan heb ik goed productief dagje gehad. Gewoon. Zo, ik heb even kaarsjes aangedaan. Ik ga nog even deze hier zo aandoen. En ik heb hier mijn, ik wou het zeggen tv, maar mijn computer neergelegd. En ik ga lekker even Monica's vlog kijken en kerstfilms kijken. Daar heb ik echt heel veel zin in. Ik heb net even gegeten. Oh, hier heb ik echt zin in. Gewoon lekker de hele avond chillen en films kijken. Nou, dit is echt de beste ever, want je ligt gewoon lekker. En dan ligt is de verwarming ook nog super warm. Dus dat is echt top. En dan ga ik straks lekker chocomel met slagroom drinken. Oh, I love it. Goedemorgen lieve mensen, het is alweer woensdag. En ik heb net weer samenvatting gemaakt. En ik vind rechten zo saai. Ik heb dus media entertainment recht. Dat is beter dan gewoon recht. Maar ik vind het zo saai. Maar goed, daar is niks aan te doen. Het is ook echt een heel moeilijke taal, zeg maar. Ik ga me even fatsoeneren, want ik zie er natuurlijk niet uit. Mijn outfitje ligt al klaar. En ik ga zo even lekker ontbijten. Oh, ik dacht leuk, ik doe deze trui weer aan. Deze witte met op de achterkant in de rode letters get off my back.
Nou, hij is helemaal vies. Allemaal vlekken zie ik opeens. Dus deze gaat even snel in de was. Zo, ik ben me even aan het klaarmaken. En ik dacht, ik ga gelijk met jullie wat ik gisteren heb, of eergisteren heb ontvangen. Ik weet niet meer, maandag. Dit van de Ethos. De kerstpaletje ga ik even testen. En dan deze bronzer, deze highlighter. Een van deze blusjes ga ik vandaag even testen. Oké, laten we beginnen met contour. Dit was hem vorig jaar. En nu hebben ze dus nog steeds goud. Maar dan bloemetjes erbij. Let's try. Oké, je hoeft niet veel te gebruiken, want er komt best wel veel af. Ik denk doordat hij ook zo korrelig of kruimelig is, zeg maar. Maar verder vind ik hem wel heel erg mooi. Ik wil nog even uitblenden, maar ja. I like de bronzer. Ik heb hier trouwens net een dikke pukkel, jongen. Zo, ik ga voor deze. Deze vind ik ook wel heel erg mooi. Ik hou niet te veel van blush, maar een beetje vind ik altijd wel mooi. En dan nu, let's best, hoop ik, de highlighter. Oh, op zich wel mooi. Ik hou wel echt van een intense glow. Ik kan hem wel goed opbouwen. I like it. Dus, me is happy. En nu ga ik even snel de rest van mijn gezichtje doen. Oh ja, ik bedenk me net. Mijn wimperkrullen is kapot. Want dat kussentje wat er altijd in zit, dat is eraf gegaan. En dat kan er ook niet meer in. Dus je kan hem wel, zeg maar, dicht halen of knijpen. Maar hij krult niet. Dan ga ik nu geen mascara op doen. Heb ik geen zin in. Oké, mensen, laten we even gaan huilen. Want, oh my god, wat is het koud. Let's go. Ik heb ook echt geen zin. Ik lijk me kaal zo, hè? Dat is niet. Sorry jongens, ik ben thuis van school. Ik ben echt helemaal kapot en ik ben echt net thuis trouwens. Het is al donker en oh, ik kan niet meer nadenken. Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat ik 2 pakketjes heb binnengekregen. Het slechte nieuws is dat mijn Boohoo bestelling er nog steeds niet is. Ik had op Black Friday een bestelling gedaan. Vrijdag is dat nu 2 weken geleden. Dat vind ik wel een beetje overdreven. Er staat bij in 4 werkdagen. Nou, dat is niet. Oh, dat vind ik zo irritant. Dan moet je daar weer achteraan mailen. Oh, ik vind dat echt gedoe. Maar goed, ik ga dit maar even uitpakken. Deze gewoon binnen een dag. Laat ik beginnen met dit zwarte envelopje. Oh, ik ben kapot, jongens. Poeh. Ik denk sieraden. Want ik heb de sieraden gekregen. Ik ga jullie het eventjes laten zien. Hoe schattig ziet dit eruit? Thank you. En dan allemaal mooie zakjes. Ik heb er 3. By Myrthe. En dit heeft wel een leuk verhaal. Want dit is niet voor mijzelf. Ik mocht namelijk wel sieraden uitkiezen. Maar dat had ik al een keer eerder uitgelegd in een vlog. Dat mag ik best wel vaak, zeg maar. En ik vind dat gewoon op een gegeven moment een beetje too much. Als ik elke keer weer sieraden krijg. Want de helft doe ik niet om. Maar ik vond het leuk om beautiful. Hi Floor, we vinden het super leuk dat we jou een paar leuke oorbellen mogen toesturen. Als je het wilt delen via YouTube kun je aan je kijkers de kortingscode. Oh, ik heb een kortingscode voor jullie. Namelijk met de code Floor15. Ik zet hem even in beeld. Kunnen jullie de korting krijgen? 15% korting op deze sieradenlijn by Myrthe. En de kortingscode Floor15 is met allemaal hoofdletters. Dus don't forget. Ik zal even een linkje in de beschrijving doen. En dan gaan we het gewoon even openmaken. Ik wil het wel helemaal af. Maar wat ik wil zeggen. Dit heb ik gekozen voor niet voor mijzelf. Ik vind het leuk om weg te geven. Dus ik ga dit aan mijn vriendinnen geven. Ik ga het even laten zien. Oké, dit zijn de oorbellen. Echt super mooi. Deze ga ik aan Lisa geven. En deze aan de andere Lisa. Klinkt wel grappig. Ik heb 2 vriendinnen die heten Lisa. Deze zijn gewoon gesloten sterretjes. Deze heb ik zelf ook al. Ik vind ze zo mooi. En deze zijn open van binnen. Dat kun je ook wel zien. En deze hou ik zelf omdat ik die echt super leuk vind. En dit is gewoon echt een Floor oorbelletje. Want ik hou van sterretjes en rondjes. En dan heb je gewoon 2 in 1. Super leuk. En ik hoop dat ze deze heel leuk vinden. Ik weet dat Lisa deze heel leuk vindt. Dus ik hoop andere Lisa ook. Dus dat is een cadeautje. En dan nu mijn kerstpakje. Want eerst wou ik de kerstpak. Zo'n glitterpak bij Most Wanted. Maar die was de hele tijd uitgekocht. En die kwam maar niet terug op voorraad. Of Asuals, die verkocht hetzelfde pak. Toen dacht ik, ja, dat is top. Want hetzelfde pak, dezelfde prijs. En die is wel voorraad. Ik vond het dus leuk om een pak te kiezen dit jaar. Het is dus een grijzig zilver pak. Lange mouwen. Heel erg mooi. Met een open rug. Dit heb ik gekregen voor de duidelijkheid. Dit zelf gekocht. En het Boohoo pakketje ook zelf gekocht. Maar die is dus nog lang niet binnen. Dus ik ga er even achteraan. Maar ik ga eerst eten. Want mama riep dat het eten klaar is. En daarna ga ik sporten. Ik heb net gegeten. En 2 mailtjes naar Boohoo gestuurd. Ik dacht, ja, dan zien ze het sowieso niet over het hoofd. Ik hoop dat die gauw binnenkomt. Want ik wil gewoon nieuwe sportleggingen en zo. Trouwens, kijk 1 keer hoe cool. Dit vind ik net uit. Oké, hier zitten magneten in.
Hoe grappig is dit? Oh my god. What the fuck? Dat voel ik even cool. En ik ga nu mijn pakje passen. Oké, okay, let's try. Wauw, wauw, wauw. Hij is perfect. Oké, okay, je ziet het eigenlijk helemaal niet mooi op beeld. Maar ja, je moet het eigenlijk gewoon met flitsje erop zien. Want dit is echt top. Hij zit echt perfect. Ja, bij mijn benen of zo ook is die echt perfect. Dit staat ook heel erg mooi. Sorry, oem, eten. Ja, ik moet alleen een plak BH eronder doen natuurlijk. En verder sluit hij echt perfect aan bij mijn rug. Echt heel erg mooi. Misschien dat ik het hier de kleur nog wat beter kan laten zien. Hij is dus gewoon grijs, zilver. Dus ja, ik vind het echt chic de frimo weer hoor. Zo. Zo, ik heb mijn sportoutfitje aan. En ik ga nog even iets van loodjes inpakken. Kerstkaartjes schrijven voor Lisa en Lisa. Dat ga ik dan gauw vergeven. Kijk, oh ja, dit is ook wel leuk. Hier kan ik nog wel een cadeau in doen. Oeh, het ruikt helemaal naar die geurkaas. Ik heb hierin allemaal kaartjes. Ook verjaardagskaartjes die ik altijd krijg. Maar ook hierachter heb ik hele cutie kaartjes van die kerstkaartjes. Vroeger een keer gekocht en dat heb ik gewoon allemaal bewaard. En er zijn verschillende soorten. Je hebt dit elletje. Die. En ik ga even één hiervan kiezen. Ik denk twee keer deze. De roze vind ik wel leuk. Of zo. Zo, dat ga ik doen. En dan ga ik er een oorbelzakje bij doen dus. En dan ga ik die in een... hier heb ik nog van die envelopjes. Zo, nou helemaal leuk. Deze past natuurlijk niet in dit kleine envelopje. Dus ik heb het even aangewikkeld. Dus deze ga ik even snel in de brievenbus doen. Want ze woont letterlijk naast me. En deze ga ik even een postzegeltje op doen. Want ik vind het altijd leuk om cadeautjes te geven aan mensen. Of gewoon mensen blij te maken. Ik word daar heel erg gelukkig van. Laat me trouwens even weten als jij het leuk lijkt om tussen mijn schoenen aan. Om sieraden te krijgen. Want zoals je ziet vind ik het leuk om dat weg te geven. En wie weet kan ik dat ook wel een keer naar mijn kijkers. Dus naar jullie sturen als jullie dat leuk vinden. Dus laat me even weten. Dan regel ik dat ik bijvoorbeeld een keer... of een paar keer sieraden kan weggeven aan een van jullie. Zo, ik ben thuis en het is ook gewoon echt mijn dag of avond niet, hè? God. Hartstikke hard gespot. En het regende. We moesten buiten met kettlebells en weet ik veel hoe je dat allemaal noemt. En gewicht en gedoe. Maar wel leuk hoor. Daar niet van. Maar in ieder geval, ik liep dus de hele ronde achter, dacht ik. Ik snapte er niks van. Dus ik snapte er niks van dat ik dus ronde achter zat. Want dat heb ik normaal eigenlijk niet. En nou, het zal wel, dacht ik, whatever, boeien. En nou, toen moesten we weer allemaal rondes doen en roeien. En dan weer met de kettlebell en dan weer wandelen met zware de kettlebell. Iedereen was al klaar en ik moest nog een ronde. Of tenminste, ik was nog bezig met mijn ronde. En ik snap het niet. En opeens ging mijn moeder, Floor, je moet 4 rondes, hè? En ik, ja... Vijf ronden gedaan. Heuk. Floor. Calorietjes weer verbrand. Hartstikke hard zitten roeien. Zitten strijden als een malle. Ik ga lekker douchen. Want ik zweem met de pleuris. En ik heb net de cadeautjes en envelopjes in de bus gedaan bij Lisa. Lisa vond het helemaal leuk. Want ik zag net appjes. Ik ga zo even reageren. Oh my god. Ik heb echt geen zin in morgen. Morgen van 9:30 tot 4:15. Raap me op hoor. Nou vind ik dat ik wel een extra pepernootje mag eten hoor. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. En ik moet even opschieten. Zo. Deze. Olympia. Basically, ik heb hetzelfde aan als gisteren. Want ik had geen tijd. Echt geen zin om even wat anders te pakken. Ik ga er snel vandoor, want het komt te laat. Maar ik moet ook nog eten maken. En ik heb mijn nieuwe oorbelletjes in. Zo, de knetter, jongens. Ik ben weer thuis. Ik ben helemaal dood. Oh, ik had een ingak in de trein. Ik zat er zo. En het berichtje van een meisje die zag me fietsen. Die wou op de foto, maar dat kon niet. Zo zielig. Volgende keer als je me ziet, stap van de fiets en ren naar me toe. God. Ik heb even een paar dingen gedaan. Allereerst waren we best vroeg vrij. Een meisje moest nog een broek halen. Ik zeg, ik ga mee. Maar ik hield me in, want dat is gewoon niet de bedoeling, Floor. Dus ik heb letterlijk maar 2 dingen gehaald. En dat is een... heel saai en zwarte sjaal, want dat past bij mijn jas. En nieuwe wimperkrullen. Dat is het enige wat ik heb gehaald. En ik zag zoveel mooie make-upjes. But I didn't. So I'm proud of myself. Iets minder proud ben ik op mezelf. Omdat ik een zak snoep net heb gehaald bij de Jumbo. Je ook denkt van, goh, had je wel aan iets beters kunnen besteden. Maar goed. Ik kom echt net van school. En ik ga naar de Jumbo, haal zak snoep. En ga lekker thuis al zitten opvreten. Nou echt, ik kom er wel. Oh ja, ook nog zoiets. Ik kom thuis. En ik zet mijn fiets neer. En toen zag ik achter een boompje voor de deur. Voor de voordeur. Een pakketje. Voor de voordeur. Achter een boompje. Dat is toch raar. Maar goed. Die ga ik straks even uitpakken. Mijn schoentjes uit. Ik ga mijn snoepjes opeten. En ik ga nu het pakketje aan jullie laten zien. Oh, beste snoep ever. Let's go. Oh, zo mooi. Ik heb 2 jassen ontvangen. En ik ben hier zo blij mee. Volgens mij Dokoto. En daar mocht ik iets uitkiezen. Dit is helemaal vacuüm gezogen, joh.
Chill. Zo, dit zijn de twee jassen. Dit zie je wel overal een beetje voorkomen. Deze moet ik alleen nog even mooi omvouwen. En deze. Deze vind ik mooier. Moet ik eerlijk zeggen. En dit is een teddyjasje. Dus deze jassen heb ik ontvangen. Echt super lief en fijn. Aangezien mijn helemaal kapot is. Ik ga nu lekker dit opsmikkelen op de bank. En even bijkomen. Zo, dit is het eerste jasje. Omdat ik dit heel erg dun stofje vind, zie je dat? Dus dan vind ik het eigenlijk heel erg goedkoop ogen. Dus ik vind hem eigenlijk niet heel erg mooi. Maar ik snap het idee wel. Voor de strenge winter is dit geen fijne jas. Maar het is wel even een leuke jas, zeg maar. Als je snapt wat ik bedoel. Dus dit is jas 1. Deze daarentegen vind ik wel echt super leuk. Deze is echt ook wel dik, zeg maar. Echt zo'n lekker stofje is het. Ik moet zeggen, als je een trui aan hebt, dan moet je misschien een maatje groter. Ik heb volgens mij een maat 36. Ik zou dan een maat 38 doen. Maar hij zit eigenlijk wel echt perfect. En hij kan ook gewoon lekker dicht. Kijk maar, hij kan helemaal tot hier. Met deze ben ik echt heel erg blij. Van Dokoto. Hey, die schaduw lijkt net een middelvinger. En vanavond ga ik naar papa. En ik wil eigenlijk ook nog een samenvatting even afmaken. Ik ben er bijna klaar mee. Ik denk dat ik dat even ga doen en dan komt het goed. Nou, bijna de hele zak weer leeg, vroten. Kijk hoe donker het is. Terwijl ik gewoon de lampen aan heb en mijn helderheid al heel hoog. Maar ik ga even heerlijk macchiato maken, want ik val bijna in slaap. Om goed perfect is deze latte macchiato. Zo, ik ga dit lekker opdrinken, joh. Oh, lekker. Het is ook echt perfect. Ik doe altijd twee rondes. Dus latte macchiato en dan is die klaar. En dan is die maar tot de helft. Doe ik nog een keer latte macchiato en dan zit die perfect in dit glas. Zo, het is alweer eventjes een tijdje verder. Het is al pikdonker buiten. En ik heb een half uur gevideobeld met... Ah, Ukkie, schatty. Lekker drinken. Half uur video gebeld met Marit. Net een half uur gevideobeld met Laurens. En nu ben ik weer helemaal up-to-date. En toen dacht ik, ik ga even pizza in over doen, want voordat het klaar is. Maar natuurlijk hadden we geen pizza meer. En ja, wat is een donderdagavond zonder pizza? Oké, dat is echt een domste stelling ever. Want uiteindelijk dacht ik, hey, ik ga een pizza bestellen. Want ja, ik had al helemaal in mijn hoofd dat pizza gegeten. Hadden we geen pizza. Ik dacht, bestel ik er wel een. Bestel ik dunner schotel. Maar ja, het was maar 9 euro, want het was dunnerdag. Of hoe heet dat? Donder schoteldag. Donderdag, schoteldag. I don't know. Een dunne schotel. Oh my god. Zo dik. Maar I don't care. Ik ga het lekker opeten. Ik doe even de televisie aan. Ik heb net een stukje gemaakt voor het gedicht van Laurens. Hou het lekker kort maar krachtig. Want hij houdt daar ook niet van. Van die lange gedichten. En ik wacht tot de rest allemaal thuis komt. Want ik vind het saai. Dit is echt een oprechte vraag. Is er iemand die dit echt eet? Oké, behalve Laurens. Zijn luchtenbel. Maar dit is gewoon een prutje. Wat is het eigenlijk? Sla met sausje en komkommer. Eet iemand dit echt? Ik vind het zo vies, want ik haat komkommer. En sla. Dat zijn twee dingen die ik absoluut niet lekker vind. En hier is mijn geliefde. Oh, ik zit mijn kat in te zoomen, joh. Zo, bon appetit. Dit is echt mijn beste ever. En deze aardappelschijfjes zijn echt ook het beste ever. Want deze zijn gekruid. Echt van die lekkere kruiden. Kilo aan knoflooksaus ga ik er nog bij pakken. Een broodje, helemaal lekker. Hoppata. I can't. Goedemorgen lieve mensen, het is vandaag vrijdag en ik ben vrij met school en ze vroeg of ik nog kon werken, dus ik ga werken bij kassa. Ik heb me een beetje fatsoenlijk opgemaakt. Tiara erom, want nu mag het. Ik ga even snel wat eten en dan ga ik werken tot 1 uur. En Laurens is volgens mij dan een uur later ongeveer bij mij. Dus dat is leuk. Ga ik even daarna nog douchen of zo. Ik zie wel. En dan gaan we de kerstboom opmaken, versieren. En dan ga ik nog een campagnefoto maken. En dan gaan we chillen. Zo, ik ben weer thuis. Ik heb gewerkt. En ik heb een lekker broodje gesmeerd. Ik vond het echt leuk, want ik vind kassa echt heel leuk. Dus dat vond ik echt geen probleem. Ik ga nu even opeten. Ga ik een samenvatting maken. En dan komt Laurens hopelijk ook een keertje. En dan heb ik die samenvatting ook af. En hoef ik daar niet meer tegenaan te hikken. Dus ik ga lekker dat even doen. Nou, ik heb pakketjes. En kijk, die van Boe is ook binnengekomen. Dus ik ga dit even openmaken. En deze ook. En Laurens is naar binnen gekomen. En ik heb net even Ukkie zijn hokje schoongemaakt. Want het was een half beschimmelde poep. Echt niet te doen. Dus nu ga ik openmaken. Lau, ben je benieuwd? Zegels. Helemaal bol staan. Ja. Maar hij was vacuüm gezogen. Maar ik heb, net zoals van gisteren, wil ik even zo omhoog houden. Nou, dan ga ik hem dragen ook. Nee, je hoeft hem niet dragen. Ga ik hem dragen? Hij is wel helemaal gekreukeld. Mooi man. Nou, en het is deze lange teddyjas van Dokoto. En hij is alleen een beetje gekreukeld van het verzenden, maar hij is wel erg zacht. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Oké, wat ik heb besteld is een sportlegging,
Nog een sportlegging en schoenen. Ja, hallo. Nou, ik heb deze sportlegging. Dit is gewoon een zwarte. Oh, wat een kut licht zeg. Dit is gewoon een zwarte met hier gaas en deze is 3/4. En deze is gewoon zwart met strepen. Maar als ik zo kijk is die heel kort, dus ik weet niet of ik hem pas. Before. Nog eentje bij, maar misschien is dat helemaal niet mooi, maar die knippen. Dus het moet een beetje door elkaar. Since we have no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. En after. Mama doet nog een paar ketballen bij in. Let it snow, let it snow, let it snow. Lekker, lekker, lekker patatjes. Patatjes. Oeh, precies 2. Uit, maar over deze oorbellen, kijk, die sterretjes zijn er al afgevallen. Ik weet niet of het dit aan mij ligt of dat het gewoon zo is. Want op werk was er een opeens kwijt en nu weer. Terwijl ik hem wel gewoon dicht heb. Nou ja, goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Ik ga even eten. Ik moet werken tot 5 uur, van 7 tot 5. En dan ben ik klaar. Ik ben echt moe, man. Ik zit niet. Geen zin. En daarna gaat Marit van werk met mij mee naar huis. Dan gaan we samen eten. Ik ben thuis van werk. Marit zit daar. Ik zag het even haar make-up eraf halen. Ik ga dat zo ook even doen. En dan douchen. Ja. Mama heeft een mini kerstboom voor mij gekocht. Echt schattig. En hoe heet dat? Pastel. Ja. Pastelkleurige stabilootjes. Maar eerst is. Ik ben echt blij mee. Dat wil ik echt graag. En nu heb ik die. En nu gaat Marit haar make-up eraf aan. En ga ik even een cadeautje voor Laus inpakken. En die aansteker. Helemaal leuk. Gedicht moet ik nog uitprinten, maar dat doe ik morgen wel. En wat wil ik nog meer doen? Meer niet. Oh ja, ik moet nog mijn kleding pakken. Top. Nee, ik weet nog niet. Ik ga zo Marit haar haartje stylen. Hey, mooi. Lily, Bershka. En mijn scrunchie en zo. Ja, mooi. Ik moet mijn haar nog doen. My god. Oh my god. Goedemorgen jongens. Het is zondag. Het was echt super leuk gisteren. Maar ik moet zorg opschieten. Want mijn vader is over 2 minuten. En ik heb echt heel lang mijn verhaal kort te houden. Gisteren regende het super, 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 super hard. Dus ik besloot van de heenweg met de trein te gaan, met de fiets in de trein. Ging goed. Toen waren we er. En, want het was best wel ver. Echt heel ver. En het regende en stormde heel hard. Toen waren we leuk, leuk feestje. En toen ging weer een meisje terug. Die was de Bob. En toen kon ik mee. En toen zei ik ja. Maar de fiets staat nog in Rijzen. Dus Laurens die zou me ophalen. En dan zouden we de fiets ophalen in Rijzen. En dan zou ik daarin gaan, want we hebben loodjes. Maar de auto was er niet. Dus nu moet mijn vader vanaf Holte hierheen. En dan daarheen. En dan daarheen. En gedoe en stress. En hij zei, ik ben er over 5 minuten. En dan gaan we direct door, want hij gaat nog weg. En anders is hij daar weer voor te laat. Dus ik... Dus ik moet heel erg opschieten. En ik dacht helemaal, ik ga me vliegen en doen en doen. Maar dat kan helemaal niet. Dus ik heb gewoon pech. Ik heb mijn haar net gewassen. Dat doe ik daar wel of zo. Ik wou helemaal een leuke outfit aan. Het zag er niet uit. Dus toen deed ik maar even een spijkerhoekje en een truitje aan. Het is gewoon even stressmode. Sokken pakken, laarsje aan doen. Oh ja, en ik heb ook nog mijn tas nou ingepakt. Ik denk dat ik de helft ben vergeten. Want ik denk dat ik blijf slapen. Daar kon ik ook nog niet echt over na gaan denken. Maar ik denk wel dat ik blijf slapen. Laden heb ik, hartstikke belangrijk. Loodjes cadeau heb ik. Ik wil nog helemaal mooi maken, maar ja, dat kan ook niet. En...
Ik weet niet meer wat ik wil zeggen. Ik doe snel mijn sokken aan. En god, ziet ze niet uit. Zo, ik ben bij Laurens. En ik heb echt vet veel gekregen met loodjes. Ik laat het nog wel een keer goed zien. Echt zo lief. Die moeder had mij. En een heel pakket. Een geurpakket of zo. Echt, ze ruikt heel erg lekker. Naar Olympia ruikt deze. En een zeep champagne. Chocolade scrabble. Deze van Rituals. Die. De F. Chocoladeletter. Chocolaatjes make-up. Bruisbal. Heel lekker geurtje. Ruikt echt heel lekker. Nog een geurtje. Echt zo vriend. 007. Deze ruikt echt super lekker. En nog een muntje. En nu gaan we lekker slapen. En nog deze. Deze is echt super mooi. Kijk. Heel erg mooi. Oogschaduwpaletje. Hier ben ik super blij mee. En toen was ik thuis van Laurens en het was super gezellig. Ik ben alleen echt kapot. Ik zie hem niet uit, joh. Want ik was best wel vroeg wakker. Want hij moest natuurlijk gewoon naar school en ik ging mee. Niet naar school, maar mee fietsen. Ik ben echt kapot. Sorry. In ieder geval, het is dus alweer maandag. En oh my god, ik zie er echt niet uit. Ik sluit de vlog af. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende week vlog, hopelijk.